Oké, okay. PC gaming. De... Woe! 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 Blauwhelm! Hey, de grote vriend is terug. Hallo. Waar was jij? Wat heb jij gedaan? Hij is 3 dagen weg geweest, zomaar. Waar was je? Waar was je? Wat heb je... Hij is 3 dagen weg geweest en dan wandelde hij gewoon binnen in onze keuken. Gewoon normaal. Als ik een vraag aan hem wat hij had gedaan, waarschijnlijk heeft hij zo... de wereld ontdekt of zo met de boys. Zeg het tegen de kijkers dat je terug bent. Hallo, ik ben terug. Hallo. Miauw. Oké, dus de kat is back. Dankjewel voor al de mensen die ook gedacht hebben aan mijn kleine kat. We hebben ook geschiedenis geschreven met 1 dikke play die ik gemaakt heb op livestream. Ik sta op alle Fortnite daily plays, daily Twitch moments, wat ik wil. Dat is eigenlijk niet zo'n gekke play, dat is meer 1 dikke rip. Maar we staan op alle channels met meer dan 1 miljoen abonnees. Oké. Okay. De deagle is nog goed. Niet dat dat iets boeit, maar die denken mensen dat ik echt pro ben, dus dat is ook zo. Vandaag ga ik kijken of mensen gelijk hebben. Ik speel natuurlijk Fortnite op PlayStation 4, maar mensen zeggen altijd van, ha, speel op PC. PlayStation is voor de noobs. Dus vandaag ga ik kijken wat het verschil is tussen PlayStation en PC. En of ik natuurlijk ook de pro ben die ik ben op PlayStation op PC. Waarschijnlijk niet, maar we gaan het zien. Oh yeah, what the fuck is up? We beginnen op PlayStation 4, want daar ben ik pro. Op PC... nog nooit gespeeld. Nog nooit. We beginnen op PS4, dan op PC. Waarschijnlijk gaat het wel leuker zijn op PC. Veel moeilijker, maar... let's check what the hype is all about. Hoeveel koffies heb je gedronken voor deze video? 2! Ik vind nog altijd echt heel fucked. Het smaakt echt vies. Het is zo... Het doet me denken aan de adem van leerkrachten. Zo in je bek op maandagochtend. Dan praten ze zo. Dan krijg je zo die koffiebalm in je gezicht. En dan denk je zo wat... Oké, okay, PlayStation, graphics, oké. Okay. Het ziet er allemaal mooi uit. Je hebt wel zo'n controller in je hand. Woe! Ik denk toch daar zo'n paar dingen aan zijn waarvan ik echt ga denken van, hoe de fuck werkt dit? Snap je? Je hebt geen aim assist op PC, dus ik heb geen flauw idee hoe dat is om dan te schieten, maar ik denk dat het echt fucking moeilijk is om een kill te halen ver. Want je schiet gewoon in niks. Iedereen zegt dat de graphics op PlayStation echt heel wack zijn, dus ik verwacht echt heel veel van PC. Aim assist is... nice. Want dan kan je zo schieten als je zelf al heb je aids. Je kan kills halen, snap je? That's why we love aim assist on PlayStation. That's why all the bitches play on PlayStation. Because it's easy as fuck. Ik heb ook gehoord dat dit spel uitkomt op iOS. Dus dat je kan spelen op je telefoon. Dat is volgens mij de grootste in april psych ooit. Ik bedoel, de fuck zouden ze zo'n spel op fucking iOS kunnen laten draaien? Onmogelijk. En moesten ze het dan echt uitbrengen, dan denk ik dat dat echt maar voor 1 keer leuk zou zijn of zo. Ik bedoel, op je telefoon ben je nog gehandicapter dan op de PlayStation. Godverdomme. Mensen met deze skin hebben duidelijk te veel gespeeld, dus fuck yo. PC! Gaan we gewoon op PC spelen, snap je? Dat is er eens wel afwisseling. We hebben gezien hoe PlayStation is. Wack. Allemaal wack, bitches. We gaan deze video gewoon volledig op PC spelen. Weet ik eens hoe het is om iets anders te... Weet je hoe het is? Oh, cross-platform. We hebben geen newbie skin. We zijn nog altijd pedobear. Nice! Spannend! Ik heb hier echt stress voor, snap je? Ik voel zo dingen trillen in mijn hand en zo. PC! Oh, fuck. Oh, ik weet niet wat ik net gedaan heb, maar ik heb zo hard geknipperd met mijn oog dat pijn deed. Ik zie niet direct de verschil in graphics. Oh, woe, sensitivity. Oké, okay, dat, nice. Oké, okay, sensitivity. What the fuck is dit? Welcome to some quality Fortnite gameplay, bitches. Ik kan niet landen in Tilted Towers, want dan word ik al verkracht. Niet dat ik niet word verkracht op PlayStation, maar deze sensitivity nuk mij nu al. Dit is, woe, misschien moet ik het een beetje aanpassen, maar... We gaan voor die trickshots. Ik ga even tijd nodig hebben als ik op de grond kom om te kijken hoe ik moet bewegen en zo. Want ik zie daar allemaal rare dingen staan. Er landen hier ook mensen. Laat mij eens rustig fucking checken hoe het is op PC. Ik ben echt heel benieuwd hoe scheef ik ga zijn met mijn gun. Maar oké, oké, we got one bitch right here. Oké, tot zo. Oké. Godverdomme. Ah! Ik geef zo 1 tikje tegen mijn muis en heel mijn scherm eruit. Safe. Het is wel veel makkelijker op PC om iets te bouwen, maar als dat niet in je vingers zit... Hey, niet dat ik niet goed ben met mijn vingers hoor. Ongepaste opmerking nummer 1. Het is hier echt fucking donker. Ik weet niet of dat aan PC ligt of aan mijn PC, maar ik zie hier echt geen ene klot. Zijn jullie klaar? Ik ga proberen een trappie te bouwen. Daar komt ie. Ah, oké. Okay. We got... Woehoe! Het gaat veel sneller op PC. Het is veel makkelijker om iets te bouwen, maar... Zo moeilijk om zo met elke vinger apart zo... Woehoe! Er zijn hier allemaal mensjes in het huis. Maar ik heb geen aim assist. Dus ik heb geen idee hoe ik ze ga killen. Oké, okay, vriend. Het is chill. Ik zie je. Woehoe! Oeh! Ja, het...
Je PC. Oké. Poging 44 om een kill te halen. Op PC. We droppen gewoon op de plek waar de meeste mensen zijn, zodat ik even kan testen of ik iets kan killen. Kijk, niemand heeft aim assist op PC. Dus hoe de fuck kan het dat zo moeilijk zijn voor mij? Oké, PC gaming. Gun een gun. Ik heb een geweer nodig. Hallo? Oh, I hear you. I, bitch. Hoe ga je naar inventory? Nee, dat is niet inventory. Ah! Oké, en nu? Zo? Oké, dit is wel nice. Je kan zo met je muis. Oké. Het is allemaal een beetje moeilijk. Het komt wel. We hebben een kill. Nu nog deze game win. Oké, hij heeft ook geen aim assist. Dus, het maakt niet uit. Ik wil de fuck ga ik aan goede gameplay komen of... Ik wist dat het moeilijk ging zijn op PC, maar niet dat ik er zoveel moeite mee ging hebben. Godverdomme, man. Ja, wat doen we hier aan? Ik heb geen idee. Ik heb meer respect gekregen voor PC-gamers. Het is geen makkie. Het is niet easy op PC. Oh, godverdomme, vriend. Ik bedoel, wat? Oké, hoe moeilijk is dit? Oké. Ik denk dat je na een tijdje wel door hebt hoe het moet of zo zonder aim assist. Maar hoe de fuck kan je nu een verre kill halen met je gun? Ik snap het echt niet. Ik snap ook niet hoe cross-platform dan eerlijk kan zijn of zo. Ik weet wel dat je als PC-player veel sneller bent dan als PlayStation-speler, maar je hebt geen aim assist. Je kan ook zo van guns swappen alsof het niks is. Ach, zo gewoon. Dat kan je op PlayStation ook niet. Dus als jij een goede gamer bent, skip PlayStation. Ga maar gewoon naar PC. Het is veel intenser. Als je niet gewend bent, ja, dit is onmogelijk. Het is onmogelijk om een potje te winnen als je dit niet kan. Je kan schommelen op Fortnite. Het glitcht wel, maar... ja, nice. Oké, er is iemand bij me. Daar is hij. I'm gonna fuck you, bitch! Oh, dit is echt heel scheef. Oh, wow. Hoe de fuck mek je met je muis? Hoe? Ah, rechtermuisknop. Oké. Het is echt heel moeilijk. I respect you guys. Ik neem al mijn woorden terug dat ik heb gegooid op PC-gamers. Als jullie dit kunnen en zoveel kills maken. Oké, we zijn iemand in de rug aan het nuken. En ik heb hem geraakt met de crossbow. Maar je doet geen damage met de crossbow. Dus maakt niet uit. Where you at, bitch? En niet schieten op mij, vriend. Niet snipen. Nee, ik ben de... Ik heb je geraakt. PC, niet mijn ding. Het is heel moeilijk. Het is echt heel fucking moeilijk. Ik wist dat het moeilijk ging zijn, maar ik had niet verwacht dat het zo moeilijk ging zijn. Oké, we zijn terug op PlayStation. Waar ik wel iets kan doen. Thanks to aim assist. Ik ga gewoon nooit meer op fucking PC spelen. Ik ga het straks ook gewoon verwijderen. Het lukt niet. Op PlayStation daarentegen. Back with the pro plays. En de kills. We zijn misschien een beetje lacking op PC. Een beetje heel veel lacking. Gewoon heel slecht. Maar op PlayStation... Easy. Enige reden waarom ik op PlayStation speel is omdat al mijn vrienden op PlayStation spelen. Ik denk dat dat bij de beste mensen wel zo is. Ik bedoel, why the fuck zou je op PC spelen als al je vrienden op PlayStation spelen? No, zo werkt dit niet. Plus, het is een gratis spel. En het is leuk. En je kan mensen killen. En het is makkelijk. Godverdomme man, wat is er mis met die shotgun? Ik hit 8. Met een fucking tech shotgun. Kijk, ik hoor weer allemaal shit. Ik ga me mengen. Waar zijn die bitches? Er is hier nog iemand. Hij is nu naar beneden aan het lopen. Hij gaat zo meteen om die hoek komen en dan gaat hij één shell in zijn vieze bek krijgen. Hallo, er ligt daar goede loot. Ik wil graag die loot pakken, maar ik wil niet geneukt worden door jou. Vriend, daar is hij. Bitches. Got you, vriend. Er is hier duidelijk nog iemand. Vriend, get fucked, man. Get fucked, bitch. Ik heb een kill. Oké, duidelijk. Ik ben beter op PlayStation, ja? Net heel Tilted Towers geneukt. Dat is ook eenmalig, hoor. Het is niet dat dit wel gebeurt, maar... I got this. Ik heb nu 7 kills. Mijn record is 13, denk ik. Laten we dat even verbreken in dit potje. Dit is typisch Fortnite. Je killt fucking 7 mensen in Tilted Towers. En dan kom je gewoon niemand meer tegen. En dan ga ik gewoon zo'n random sniper bullet catchen in mijn hoofd. En dan is het gedaan. Dat is Fortnite. Dat is leuk aan dit spel. Oké, we hebben mensen gevonden. Het is oké. Het is oké, oké? Het is nice. Hoezo hitmarks? Hitmarks met de paarse bolt action. Wait, wat is er gebeurd met dit spel? Ik hoor iemand. Bitches! What you doing, motherfucker? Ik heb weer 22 gehit. Wel 9 kills. Oké. Dit kan een leuk potje worden. Al mijn inventory items zijn paars. I see you running. I see you. You're gonna catch that bullet. Oh, weer de hitmarks. Toen ik Fortnite begon te spelen, kreeg je geen hitmarkers. Met een fucking sniper. Dat bestond niet. Maar waarschijnlijk ga ik nu doodgaan. Dit is zo het moment waar ik doodga.
Omdat ik de stress niet aan kan, maar oké. Woef! We fucking him up! Hij is low, hij is weak, de boom is weg. Vriend, ko weer 7! 7! Ik heb net weer 7 gehit. Ik weet niet wat dit spel allemaal doen is van updates of zo, maar. Fix je shit! Ik wil geen 7 hitten met een shotgun. Fix je? Iedereen zit weer leuk te campen in hun huisjes. Fucking nice. Dat is het enige wat ik zo jammer vind aan dit spel. Elke keer als ik zo op dit moment kom, zit iedereen gewoon leuk in zijn hutje. Niks te doen. Wow! 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 Blauwhelm! Blauwhelm! Blauwhelm in het water. Hoezo is het leuk om zo Fortnite te spelen? Wat is dan de challenge? Zolang mogelijk blijven campen in je ding. Ik ga geen hutje bouwen. Ik heb geen kleine piemel. Ik ga het niet doen. Toch zweet ik hoor. Toch heb ik nu echt stress. Nu heb ik echt de gekste stress ooit. Want ik moet dit winnen. Er is geen manier dat ik dit ga verliezen. Oké. Oef. What the fuck? What the fuck gebeurt er hier? Hallo? Wat is dit? Wow, bitch! Ik heb mezelf geneukt. Ik heb nog 27 levens. Kijk, ik heb het verneukt. Ik heb het heel hard verneukt. Kutspel. Klaar. PlayStation is leuk, doei. Ah, kutspel. Vieze flikkerspel. Hallo. De game sound, dat was dus wel makkelijk. Woe! Ah! Ja, ik heb één. Oké. Doe maar. Het is oké.